Wat mij altijd is bijgebleven, is in het derde middelbaar wou ik eigenlijk heel graag in het leerlingenparlement komen. En met mijn beste vriend Jasper Moermans hadden wij een verkiezingsstunt. We hadden een belofte gedaan. Namelijk dat als we verkozen zouden geraken, dat we dan een rok zouden aandoen. En dat heeft keihard gewerkt. En daar heb ik ook geen enkele minuut spijt van gehad. Want die dag ben ik dus in een meisjesuniform naar school gekomen. En dat heeft tot hilarische toestanden geleid. Ja, ik vond dat fantastisch. We hadden thuis niet al te breed, dat is zachtjes uitgedrukt. Dus voor mij was dat een manier om erbij te horen, zo weet je wel. Je ziet de verschillen veel minder. Dus ja, geen stress en ik hoorde er gewoon bij. Dus alleen maar top. Grieks en Latijn, ja. Ik vond dat heel interessant, die cultuur, dat was heel gevarieerd, zo, ook met taal bezig zijn. En het was ook uitdagend. En dat had ik wel graag. Dat waren grote pakketten. En dat heeft me ook gewoon goed voorbereid op mijn verdere studies. Ja, ik wilde eigenlijk voetballer worden. En misschien wel naar het college gaan. Maar ik had eigenlijk niet zo heel veel talent achteraf gezien. Dus goed dat mijn mama dat eigenlijk beslist heeft. Mijn mama heeft beslist op welke school, naar welke school ik ging. En zij heeft voor het lyceum gekozen. Omdat, en ik herinner me nog goed, zij vond dat hier de leerlingen niet als een nummer behandeld werden. En dat je hier iemand was. En dat is achteraf ook wel gebleken. Ja, geweldig. Ik vond dat eigenlijk vergelijkbaar met op kamp gaan, maar dan 6 jaar lang. Je ziet je vriendjes eigenlijk gewoon van 's morgens tot 's avonds, daar komt het op neer. En de eerste 3 jaar was het ook nog gescheiden. Dus dan sliepen we eigenlijk op de verdieping boven de nonnen in de villa. En dat had echt een unieke sfeer, want dan allemaal jongens bij elkaar, daar konden we wel eens wat kattenkwaad uithalen. Dus daar heb ik hele goede herinneringen aan. Ja.